kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is altijd Tim de Remus, jawel, dat zal zo altijd blijven. Wat er vandaag nog op programma staat, ik weet het niet, dus zelfs wel nog even zo naar mijn ouders toe om mijn eten gaan te halen. Dat is niet waar, Dimitri, want ze hebben afgebeld vandaag. Tjus. Dus wat er nog kan, op het programma kan staan, is dat ik misschien nog naar Bea kan gaan, dus... Dan moet ik nog een bevestiging van krijgen. Want ik weet het dus niet als ik kan gaan, ja of nee. Voilà. Terwijl heb ik ook nog vandaag nog een livestream gedaan van Grand Theft Auto 5. Dus verder gespeeld met mijn... fout met het downloaden mislukt. Ai. Allee, probeer het dan opnieuw eens te downloaden. Kom aan. Wacht. Fuck. Maakt niet uit. Ik hoop dat het wel gaat lukken. Dus, ik heb dus gelivestreamd en daar waren drie verschillende livestream stukken. Dus nu ben ik de livestreams allemaal terug aan het binnen aan het halen. Daarna ga ik die ook aan elkaar allemaal terugplakken en die dan ook een re-upload doen. Nu ga ik zo even naar mijn schatje toe. En dan ga ik ook nog zelfs mijn droombatterij ook nemen. Ze zegt wel nu wel iets... En nog iets aan het zoeken. Ah ja, daarvoor ben ik naar hier gekomen voor mijn kabel. Voilà. Daar laat ik een fles vallen. Voilà. Dan nog de drone batterij nog neer. Godverdomme, val ik ook nog weer al bijna. Dat is even kijken als hij goed opgeladen is. Jawel, dames en heren. Alle listjes zijn aan, dus dat betekent dat die ook goed is opgeleid. Voilà, ik steek hem hier nu in. Mijn vleugels nog even toe doen. En dan misschien dat ik vandaag nog wel nog ga rondvliegen, ik weet het nog niet. Het begint ook al donker te worden. Ik geef het ook al eerlijk toe. Oei, weer een download mislukt. Ik ga het opnieuw proberen. Voilà. Blijven proberen. En als het niet lukt, dan ga ik het nog op een andere manier moeten doen. Ik weet het dan nog niet hoe ik het ga doen. Maar het maakt niet uit. Ik heb ook dus als die single player mode game is gespeeld van Grand Theft Auto 5, dan ga ik wel nog een andere single player mode game spelen. En die dan ook opnieuw op mijn livestreams uitspelen. Dat is mijn doel in 2024, dus redelijk wat livestreams doen. En de single player mode games dan ook uitspelen voor jullie dan ook te helpen. Dus zo een soort gameplay altijd te maken. Voilà, ik ga nu eens vertrekken richting mijn schatje toe. Portefeuille, check. GSM, check. Ja, dat is nu ook bezig. Check, dat is goed. Mijn vlog is hier geüpload. Zal ik eens kijken. YouTube Studio. Content. Check, die is ook al mooi. Ja. En mijn weergave is mooi in een stijgende lijn. Daar ben ik ook wel heel dankbaar door jullie allemaal. Dankjewel. Nu was ik mijn knopken aan het zoeken voor mijn licht uit te zetten. Dat is mijn studiolamp. Voilà. Dan moet ik nog één keer helemaal teruggaan naar de kamer toe. Voilà.
Ik heb nog iets genomen. Dan ga ik eens vertrekken naar mijn schatje toe. Of anders gaat dat nog heel laat worden. Die gaat verschieten van, hoe, moet je niet naar uw mama gaan? Nee, ik moet niet naar mijn mama gaan. Nee. Kabeling meenemen. Troon. Voilà. En dat ik dan nog misschien of zelfs ga troon vliegen. En sorry als ik de camera hoor je nu verkeerd heb. Ja. Ik moet toch van alles dragen, hè. Voilà. Zie, dat is mijn troon. Mijn kastje voor mijn troon te besturen. Dan ook mijn sleutels van mijn auto. Hier aan deze kant mijn camera. Plus bekabeling. En dan gaan we eens wel eens ook zien wat we dan nog kunnen doen. Je ziet dat het is ook nog licht buiten. Mijn gasflesjes zijn ook nog maar half aan. Maar maakt niet uit. Ik hoop dat jullie er ook hebben van genoten van de livestream. Van de Grand Theft Auto 5 livestream. En als Grand Theft Auto 6 uitkomt, dan, dan kan ik die ook spelen op de singleplayer mode. En die dan ook proberen volledig, maar ook volledig uit te spelen ook voor jullie. En zien jullie ook soms mij het gevloek in naam van godverdomme, waarom lukt het nu niet? Ja, even mijn troon om in een auto leggen. Dan nog wat de juiste knopje drukken. En dan mijn kastje laten vallen. Dat is niet goed, hè. Dat is niet goed. Voilà. Je gooit dan op de grond. Ja, bedoel, in mijn auto. Voilà. Deurken toe. Deurken open. En eens even kijken hoe lang dat we nodig gaan hebben. Omdat mijn auto is gestart. Eens even kijken. Ik ben nog niet bezig, hè, mensen. Ik ben nog niet bezig. Oké. Dus op 50 ga ik die starten. 3, 2, 1, nu. 2 seconden, 3 seconden, 4 seconden, 5, 6, 7, 8. Op 8 seconden. Dat is wel heel mooi. Dat was wel rap. En nu ben ik eens benieuwd. Mijn auto staat zo schuins. Dat het niet waar is, hè. Dat ik geen platte baan te hebben. Nee, check. 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 En check. Godverdomme, ik moet mijn broek weer al optrekken. Godverdomme. Die zakt altijd af, hè. Altijd. Brrr. En het is ook nog frisjes buiten. Ik ga mijn auto even verplaatsen om te kunnen filmen. Waarom ook niet, hè, mensen? Waarom ook niet? Voilà, zit terug in een auto. Dan eens vertrekken. Allee. Nou, eigenlijk al 10 minuten, meer dan 10 minuten al onderweg naar mijn vriendinnetje toe. En dat is nog altijd niet gelukt. Maar nu wel. Nu ben ik wel officieel onderweg naar haar toe. Oké, ik weet dus niet wie dat was. Ik dacht dat iemand anders was. Ik dacht dat Janneke was. Maar het was mijn buurman niet. Yes, ik kan door. Ik kan hier ook door. Zeg, mensen.
laat onder deze video weten, wat hebben jullie allemaal gekregen voor met de kerstman? Welke leuke cadeaus, leuke pakjes hebben jullie allemaal gekregen? En wat hebben jullie ook weggegeven aan jullie ouders of zo? Of zus, broer, noem maar op. Vriend, vriendin. Laat het maar in de comments weten. Laat het maar stromen met de reacties. Mannetjes, mannetjes. Ik ga je ook wel één ding zeggen. Die livestreamen. Oh man. Jullie zeggen van, oh, dat is toch niks, zo livestreamen, dit, dat. Maar pakt toch ook wel veel energie in, hoor, bij een mens. Dat pakt er toch wel ook wel veel in de pas. Oh man, en het is ook frisjes in mijn wagen. Even een wat chauffage aanzetten. Voor mijn voetjes natuurlijk. Twee. En dan ook nog aan de gemeente Alken, hier bij de Jourdainstraat, bij de Wachtwijker. Daar ligt nu al 2 maanden blauwe zakken. Wanneer gaan jullie die eigenlijk daar eens opruimen? Bij de Wachtwijker, want daar leven ook dieren. En die dieren kunnen daar wel eens in pikken. En misschien daar ook wel in verstikken, want met de afval. Dus doe er alsjeblieft iets aan, want wij mogen daar niet stoppen. Ik kan op in één keer. Voilà. En dan naar 90 per uur. Voilà, 90 per uur. Ik ben nu nog nu officieel onderweg naar mijn vriendin. Dus ik zie jullie allemaal later terug. Oh, ik heb weer een jeuk aan mijn neus. En nu ben ik naar rustig aan, naar 120 aan het klimmen van snelheid. Allee. Mensen, ik ga snel hier 120 aanhouden. Want ik zit nu aan 120 en die zone die staat zo friet appetant. Ja, dus dat schijnt echt, als je er echt zo naartoe aan het rijden bent, echt bal in je ogen. En dat is niet leuk. Dus niet leuk. Hier staat de L van de rijschool. Ja, ik ben aan het rijmen. Ik zit nu bij Le Col. En mijn Frans Belen. Waarom heb ik het nog altijd zo koud? Is dat allemaal van dat ik ook vermoeid ben of zo? De vermoeidheidssyndroom. Ik weet niet dat ik dat gaat hebben. Dat wil ik dus niet. Maar ja, mensen, ik ga jullie laten. Ik zie jullie allemaal straks terug. Alhoewel, mensen, ik heb toch wel vandaag mijn best gedaan, hè? Alhoewel, zowel een livestream als nu een vlog in elkaar steken, dat gebeurt niet vaak. Dat gebeurt echt niet vaak. En daar ben ik wel eigenlijk heel blij om. En hier nog zelfs ook zien te veranderen van rijvak. De rijschool gaat richting de autostrade. Daar moet ik niet zijn.
moet op de grote ring zijn van Hasselt. Oei, het is red, red, red. Dus. Ik ben nu aangekomen bij de watertoren van Hasselt. Kijk maar, daar staat de watertoren van Hasselt. De beroemde watertoren. Die ze eindelijk willen wegdoen. Maar dat is een monument van Hasselt. Blijf daar van uw fikkels vanaf. En de Hasselaren, de Hasselaers, gaan mij gelijk geven. De Hasselaers gaan mij gelijk geven. Daar moeten ze van hun handen en poten vanaf blijven. Mogen ze niet tegen de grond gooien. Zo gelijk hier de Ricord en Frans Willem. Dat is hier zo gekend, de Ricord suite, de Frans Willem suite. Voilà. Maar nu ga ik jullie laten. Ik ga nu concentreren nog verder op de baan. Ik kon nog wat muziek horen, dus even luisteren wat erop is. Don't break in my heart! Ja, don't break my heart. Gebeurt soms ook eens dat mijn hartje is breekt. Zo gelijk mijn relaties die vroeger tot einde zijn gekomen. Don't break my heart! Come on! Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Schatjes van patatjes. Yo, yo, yo. Jullie zijn er al. Oh, 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 oh. Ja, ik ga de vlog telkens af aan ook afsluiten. Ik zit hier weer al in mijn auto, jullie zien het. Ik ben nu naar mijn thuis aan het rijden. Het is nu 22:06. Dus het is al na 10 uur 's avonds. Ik moet iets, ja, niet bekennen. Maar ik heb een hele rare vraag naar jullie toe. Alsjeblieft, lach me daar alsjeblieft echt, echt, echt niet mee uit. De vraag die ik nu ga stellen. Waarom durf ik wel op LAN-parties, dus op locaties, blijven te slapen? Ook sowieso bij mijn thuis. Daar slaap ik ook heel graag en al. Maar nu ook zo gelijk ook bij mijn schatje. Die vroeg je, je kunt hier toch familie kijken? Ja, dat is waar. Bij haar ook familie kijken. Maar toch. Toch zit er ergens een beestje in mij. Die zei van, nee, je gaat niet slapen blijven bij mijn schatje. Nee, je blijft daar niet slapen. Dat is precies dat er altijd weer iets wegduwt. Iets, ja. En ik wil daar ook van afgeraakt. Ik wil dus heel graag nog eens bij mijn schatje slapen. Maar, wat houdt mijn lichaam dan zo tegen om dat niet te doen? Ik vraag me dat echt af. Allee, maar ik ga jullie laten, want daar is iemand mee aan de hand. Zo, ik heb nog mijn vlog nog niet kunnen afsluiten. Want daar was iemand mee aan het bellen. Dus dan heb ik even stilgestaan hier bij de tankstation bij Lukoil. Want daar ben ik nu uit aan het rijden. Dus dat is ook de tankstation waar ik ook altijd ga tanken. Ja. Dan belde mijn schatje mij terug op. Voor wat? Dat hou ik privé. Dat geef ik eerlijk toe, dat hou ik wel privé.
Ja, die stopte in één keer voor mij. Maar niet de zijn schuld niet. Het is de bestuurder daarvoor. Die moest ook hennig uitwijken. Wat de hel. Nu snap ik hem. Telefoon. Goed bezig. Goed bezig, kabinetje. Allee. Ik heb weer al telefoon. Ik kan nu niet oppakken. Ah nee, ik heb geen telefoon. Dat is gewoon maar een briefje. Oei. Ik dacht dat ik weer al telefoon had. Maar dat was niet. Het was maar gewoon een briefje. Het is rood licht, dus ik ga eens even gaan kijken. Doe je zelf. Ik snap het niet. Dank u. Ze zijn iets waar ik totaal niks over snap. Oké, ik ben terug aangekomen hier bij de Rooilichten in Alken, de beroemde kruispunt van de Stippellijn. Ik heb al alles op de film, hè? Ja! Ja! Ik heb al alles op de film, hè? Oh my fucking god, dat was wel hilarisch. Hilarische momenten in mijn leven. En dat is zo'n klein beetje viraal gegaan. En wel, dat was ook wel een van de leukste momenten in 2023 dat zoiets viraal is gegaan. Had ik nooit allee, moet ik het zeggen? Ik snap het niet. Hoe moet ik het zeggen? Het is nooit of te nooit verwacht dat er is een filmpje van mij viraal is gegaan. En daar ben ik nog altijd zowel Acid als Klennuft als QC. Ik ben ook op QC's in dat kanaal geweest. QC-kanaal, dus op drie kanalen ben ik op hun YouTube-kanaal gekomen. Maar ja, maakt niet uit. Allee, mensen. Ik trek even iets terug nog zenden naar mijn schatje toe. Is er iemand achter me? Dus even kijken, moet hij ook naar mijn. Ah, oké, dat is goed. Allee, ik kom nu veilig en wel thuis aan. Dus ik zit al op de stationstraat. Ik zal het zo zeggen, even schatje. I love you, 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 I love you. Ik zie u echt heel graag. En ik zie u. Zeker en vast morgen terug. Allee, I love you! Dus zo beëindig ik altijd het gesprek bij mij en mijn schat als mijn schatje gaat slapen met I love you, 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 I love you. En dat is ook wel gemeend. Ik ga ook in mijn video ook zeggen, bijvoorbeeld ook met de sorry's. Ik kan het niet te goed uiten als ik iets meen. Of ik kan het ook niet thuis brengen als ik iets gemeen zeg vast. Ja, het is al wel goed! Of het moet zijn, ja, het is goed. Dus ja, ik kan dat soms niet thuisbrengen van waar kan ik, dat, ja, hoe kan ik het beter verwoorden, ik zal het zo zeggen. En daar heb ik het ook soms wel moeite mee. Dus, en
dat is altijd wel op een goede manier bedoeld. Niet op een slechte manier. Dus niet voor ruzies of zo te zoeken of zo. Of ruzies te hebben. Nee. Ik ben ook gemaakt om mensen uit nood te helpen. Om mensen gelukkig te maken en al. Ik kom meestal op de tweede plaats. En dat wil ik ook zo houden. Ik wil mensen altijd gelukkig maken met dit, dat. Ben ik ook een luisterend oor? Niet echt. Kan ik in een team werken? Niet echt. Ik bedoel, zo gelijk, ik ben CEO van Psycho TV. Ik weet dat ik ook EXO heb. Ik had Shifty, ik had Dookie ook als admin. Ik heb nog altijd BNT als admin. Maar het probleem is om... Ik vind nergens geen balans om mee samen te werken dan. Om leuke dingen... te realiseren. Ik zal het zo zeggen, te realiseren. En daar heb ik het echt ontzettend moeite mee. En die moeite wil ik ook nog zien kwijt te spelen. Hoe of wat, ik weet het niet. Daarvoor roep ik ook soms dus op van, of, via mijn vlogs. EXO, BRNT. Ik heb het al heel vaak al genoeg gezegd. Kom eens alsjeblieft eens naar mijn thuis toe. Om alles dan ook op papier te zetten. Om ons ideeën op tafel te gooien en al. En ik heb het moeite mee om iets los te laten. Ik zal het zo zeggen. Wat bedoel ik daarmee met los te laten? Is, kijk, ik heb Psycho TV in het begin. Dat is mijn kanaal. En ik ben er altijd alleen mee bezig geweest. Maar nu, omdat het ook zo aan het groeien is in de Psycho TV wereld, moet je soms ook dingen afstaan aan iemand anders er, die u ook wil helpen om uw succesverhaal mooi te maken. Ik weet dat EXO dat wilt. Ik weet dat Dookie dat wilt. Ik weet dat Shifty dat wilt. Ik weet dat BRNT dat wilt. Ik weet dat de DC dat wilt. Ik weet dat Choosy HD dat ook wilt. Noem maar op. Heel veel mensen. En ik liet even iets vallen. Ben ik nu aan het zoeken. Oké, ik heb het gevonden. Maar ik kijk er niet aan. Dus, ja... Ik wil thuis afspreken met jullie. Heel graag. EXO. DDC. En andere admins. Dat wil ik ook. Ik weet dat jullie ook al redelijk lang fan zijn. En dat ik jullie ook soms... op een onterechte wijze... niet goed behandeld. Geef ik ook eerlijk toe nu in deze vlog. Dat mag nu ook gezegd worden. Maar voor de rest, ja, heb ik niet meer veel te vertellen. Dus nogmaals, mijn oprechte excuses voor in het jaar 2023 wat er is fout is gelopen tussen mij en de admin teams. Maar nu weten jullie het nog een keer, maar dan via een videoke. Van hoe moeilijk dat ik het ook heb om mee samen te werken met mijn admin team. Ik zie dat ook nog altijd zitten om een e-sports team te maken of een community team te maken. Maar ik heb schrik om daar aan te beginnen. Ik geef het ook eerlijk toe, ik heb daar schrik voor. Schrik dat ik alleen ook zal achtergelaten worden. Dat het bijvoorbeeld zonder succesvol is. Maar bijvoorbeeld jij als kijker. Oh, jij zit dan bijvoorbeeld de baas van bijvoorbeeld de community. En je ziet dat het wat stroef loopt. Jij pakt de ganse community mee. En dan heb ik niemand meer.
Daar zit de schrik. Daar zit de schoen te wringen waar ik schrik om heb. Punt. Maar nu ga ik jullie laten. Ik ga het hiermee afronden. Of anders wordt deze vlog echt gewoon een gigantische lange vlog. Vandaag is het mislukt om met mijn drone te vliegen. Ik ga toch nog proberen morgen er nog eens meer te vliegen en al. Ik heb heel eerlijk gezegd, ik heb hier wel al gevlogen. Hier om de middenstuk van de appartementen en de gewone woningen die hier gebouwd zijn. Ik heb hier al gevlogen, maar nog niet verder. Dus ik wil de volgende stap, als ik bijvoorbeeld in de natuur ga wandelen of zo, dat gaan dan de eerste dronebeelden zijn die ik dan ook in de wereld ga loslaten. Dan weten jullie dat. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Ik zie jullie allemaal morgen terug. Ciao, 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 ciao. En dan een kleine toevoeging. Dankjewel, Cordium of Will, voor deze twee mokken. Ik heb er nog geen genoeg, hè. Want ziet, zelfs mijn buurman heeft er ook gekregen, die staan daar. Oh my fucking god. Allee, dat is wel iets leuks om een giveaway te doen. Dus wie wil er echt graag... Voor te kijken als er echt interesse is, hè. Wie wil er graag bruine mokken hebben voor uit te drinken van Douwe Egberts? Ik moet ze niet hebben, omwille van... Het zijn er twee, hè, mensen. Het zijn er twee, hè. Echt waar, mensen. En kijk hier, hè. Dat is echt niet gelogen. Sorry dat het even nog een kleine toevoeging is van mijn vlog. Maar zie eens hoe vol dat hier al staat. Met allemaal mokken. Moeten echt mensen komen ze hier toe. En zeggen van, oh, ik wil wel eens een mokje van de Psycho TV hebben. Of die Psycho, of Psycho heeft gebruikt. Hier staan ze. Voilà. Nu ga ik wel de vlog afsluiten. Tot later allemaal. Yo, 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 yo.